Goedemorgen, welkom op deze zaterdag 14 augustus 2021. Webcam live piano live. Waarom piano bar? Restart vandaag op zaterdag 14 augustus 2021. Europa, Nederland, Utrecht. Vandaag een ontmoeting in Den Haag. Om 1 uur. Centraal Station Den Haag. Na anderhalf jaar weer het weerzien. Ik, Eugène Simon, impresario. Met Lady Singer Rashima. En met Victor 50's L'Oréal uit Delft. Rashima Blondel Timmerman, geboren en getogen in Den Haag, heeft een lied gelanceerd en die wordt nu gedraaid op in Scheveningen, op de pier onder andere. Het is een promotielied voor de stad Den Haag. Het heet Een Haags Verleden. Vandaag komt er een nieuw begin met op de lijn niks, helemaal niks. Het opbouwen van waarom pianobar activiteiten, saté, de Midi-Java Indonesische traditionele bereidingswijze. Gemaakt op locatie door 3 personen die het in 2019 hebben opgestart en door mij na jarenlange ervaring werken in de horeca gelegenheden en bij kleine ondernemers. Nu met de start gaan we opnieuw beginnen. Wat ik ga doen, dat is de komende jaren, 2021, 2022, 2023 en 2024, 2025 en 2026 en uiteindelijk 2027. Warm pianobar is de basis voor de drankjes en de hapjes. Bitter garnituur, maar ook saté van de grill. De populaire drankjes en de populaire hapjes. Daarnaast gaan we starten ten eerste de directie voor contractbeheer Warm Pianobar en Eugène Simon Impresario, fanclub Groep Nederland. Rashima Blondel Timmerman, legal advice, copyrighted songs, protected songs. Written by Eugene Simon. En de directie heeft natuurlijk het zakelijke en commerciële activiteiten, contractbeheer, contractanten in Nederland, kleine ondernemers, handel en horeca. Ik ben de eigenaar van Studio 1962 Holland in Midden-Nederland. Ik ga 100% als zangcoach en muziekproducent starten met de opleiding gericht op die kleine ondernemers, handel en de horeca. Dat is in Den Haag, dat zal zijn in Nootdorp, in Scheveningen, Zoetermeer, Wassenaar, Kerkduin, Utrecht, Hilversum, Bussum, Tilburg
en Arnhem. Warm Piano Bar werkt natuurlijk met een namenlijst van geregistreerde leden, waaronder contractanten, kleine ondernemers, handel en horeca in die plaatsen. Vandaag om 1 uur komen we voor het eerst bij elkaar. En natuurlijk gaan we ook een nieuw potentieel lid ontmoeten. Als het goed is, is dat Ron Baptiste. Dat heb ik gekregen via de e-mail van Rashima. En de opleiding in Nederland is puur privé, individueel. Leeftijd is 28 jaar tot en met 45 jaar. En dat is voor dames, stembereik alt, studenten verbonden aan een universiteit. Daar worden assistenten opgeleid voor het assisteren voor het docent muziek, zang en piano. De fanclub Lady Singer Rashima, daar zal ik 100% alle artiesten met bands gaan ondersteunen. Centraal staat de repetities die uiteindelijk leiden tot een eindproductie en die uitvoering heet Lady Singers Dance Night 2021-2020. Wat we vandaag gaan bespreken is de start voor de audities en de repetities voor die verschillende uitvoeringen met uiteindelijk de certificatie Lady Singers Dance Night 2021 en 2022. Daar komt een commissie van een aantal kleine ondernemers, handel en horeca. Maar er komen ook een aantal personen, contractbeheer, bemiddeling. Dat is bemiddeling, behartiging, zowel voor de contractanten, de kleine ondernemers, handel en de horeca in Nederland, in die plaatsen. En die zullen aanwezig zijn als genodigden door de organisatie, door de directie, maar ook door de deelnemers. Dan gaan de 10 kunnen deelnemen aan het podium. En dat is een mix van een optreden door zeer ervaren artiesten met bandleden en de zeer onervaren beginners. De opleiding en de cursussen en de samengestelde lespakketten zijn dus gericht op multigetalenteerde dames die ingezet kunnen worden onder andere in het team management service, ook behartiging van de leden, de geregistreerde leden. En de leerlingen die ook geregistreerd zijn als leden en de kleine handelondernemers en de kleine horecaondernemers die ook als leden zijn geregistreerd. De mix van aantal leden, op dit moment praten we over sinds januari in de groep. Daar is een speciale groep voor aangemaakt in januari. Waarom? Piano Bar, Pianist Player. Nu zijn er 1087 groepsleden inmiddels. En de nieuwe mensen, die kunnen daarbij. En dat is een stap voor stap geregistreerde leden op de namenlijst. En uiteindelijk voor de evenementen, en ik heb het nu over Lady Singers Dance Night, dat zijn 75 mensen
op één locatie. Die locatie zal zijn bij gerenommeerde contractanten van Warm Piano Bar. Die beschikken over een terras, een buitenlocatie, maar ook over rolstoelvriendelijk sanitair. Kleedruimtes, een podium binnen, maar ook buiten, voor het talentenpodium. Uiteindelijk met de echte Lady Singers Dance Night, na 5 repetities, zowel in 2021 als in 2022, komen op dat event, Lady Singers Dance Night, genodigden, waaronder groepsleden van de groep, Facebookgroep Warm Piano Bar Pianist Player. Nu 1087 groepsleden. De deelnemsters aan de zangcoaching krijgen de opdracht om familie en vrienden uit te nodigen en ze krijgen een lijst en worden begeleid om ook ondernemers, kleine ondernemers handel en kleine ondernemers horeca, om die professioneel uit te nodigen volgens het MTRO etiketten, gedragscode, gedragsregels. Dat is het uitnodigen via een mail of ze gebeld mogen worden. Na het telefoongesprek wordt er een afspraak gemaakt, bevestigd en komen ze op de uiteindelijke gastenlijst voor die 75 genodigden voor Lady Singers Dance Night. Lady Singers Dance Night is een productie, zeer succesvol, vanuit mijn privéschool, voor mijn leerlingen, oud-leerlingen, nieuwe leerlingen, voornamelijk beginners. De repetities zullen worden gestut met een talentenpodiumondersteuning, zangoefeningen, zangtechnieken, stembereikmeting, het afstemmen van de liedjes die een deelnemster mag gaan doen. In eerste instantie is het in het Engels, Engelstalige producties, liedjes geschreven door mijzelf. Het is R&B funk, soul jazz. Die Lady Singers Dance Night is gebouwd op de restaurant setting, de diner dansant. Dat betekent dat de lounge, jazz, exit, ambiance, relaxation jazz, dat de basis is. Dat betekent bossa nova. Dat is de basis. Background music, achtergrondmuziek, met zang. Lounge, voor op de beach, strand, paviljoens, dat is de basis. Voor op het terras, dat is de basis. Dat de genodigden gezellig kunnen converseren, kletsen. Zonder dat de muziek zodanig is dat de mensen het niet meer fijn vinden om nog te praten. Dat is een vak op zich. Mijn specialiteit is diner dansant. Dat betekent, dan komen we op de World Competition Ballroom Dancing. Al die dansstijlen waar de competitie op wordt gedaan. Dus we werken ook samen met professionele dansers, maar ook beginners die wedstrijden gaan doen. Het talentenpodium op zich is geen wedstrijd, maar echt een talentenjacht die gericht is om de deelnemers die geschikt zijn voor Warm Piano Bar contractanten, kleine ondernemers handel in Nederland en kleine ondernemers horeca in te zetten. Als multi
getalenteerden. Officieel zijn dat dus mensen die achter de grill kunnen staan. Mensen die de rijstkoker en de magnetron in de oven kunnen bedienen. Die de kassa verkoop kunnen doen. En die op het podium deelgenoot zijn van de pianobar. Dat wil zeggen dat ze dus een instrument moeten kunnen bespelen. Dat kan percussie zijn. Dat kan een gitaar zijn. Bas, slag, solo. Maar dat kan ook in het koor zijn. Met stem. Maar ook lied. Dus dat is dus waar alles nu, dit jaar, 2021, 2022, 2023, 2024, de komende 7 jaar, want we kijken per 14 jaar samen met de overheid, met de landelijke overheid en in die plaatsen, wat ik heb genoemd, kijken we met investeerders, sponsoren, bedrijven die willen adverteren, maar ook bedrijven die zeggen, wij willen graag dat onze belangen worden behartigd. Daar is dus uiteindelijk de bedoeling van, en zo gaat het al vanaf 2002, heel succesvol, dat mensen die opgeleid worden door verschillende mensen op 25 disciplines, niet alleen het zingen, maar ook het commerciële verhaal, ook de gedragscodes, etiketten, MTRO, tot en met het management, het callcenter, het e-mailgebeuren, administratief, het belastingtechnische, het uitbetalen van mensen, het incasseren van de bijdrage van de leden, zoals de kleine ondernemers, maar ook van de bezoekers. Dat onder de leiding van Reshima Blondel Timmerman, die al 12 jaar en 7 maanden werkzaam is bij Barends Krans, advocaten en notarissenkantoor in Den Haag. Als senior juridisch secretaris. Dan hebben we nog Victor Loriot. Die is al jaren werkzaam bij de Rijksoverheid. Met name bij de Belastingdienst. Wij werken dus met mensen die bij een succesvolle werkgever al jaren een goede reputatie hebben en een goede staat van dienst. Die mensen zitten in de top van Warm Piano Bar om die kleine ondernemers, om die daar in contractueel hun belangen te behartigen. Dat hun bezoekers daar op bepaalde momenten, dat wij daar samenwerken met professionele mensen, waaronder mensen die geslaagd zijn voor de bedrijfsopleiding, multigetalenteerde mensen die in de detailhandel, in de handel en bij de horecabedrijven zich dienstbaar kunnen opstellen. De overheid zit ook met een andere invulling, namelijk voor de jeugd. Dat neem ik mee met overheidsmensen en dat neem ik mee met fondsen, zodat de jeugd ook mee kan doen, hoe dan ook. Het is dus kortom, sport, beweging, wat onder mijn divisie valt, en muziekeducatie. Het uitselecteren samen met de overheid van de juiste mensen in de juiste regio, maar ook in de woonplaatsen waar wij ons op richten. Dat wil zeggen dat we het breed aanpakken voor de jeugd. En dan moet u denken aan MBO.
MBO gericht op de detailhandel, MBO gericht op de kleine handelondernemingen en op de horecaondernemingen. Dat ze daar allemaal ingezet kunnen worden en ingewerkt in een korte tijd. En dat ze kunnen inspringen op het moment dat die horecaondernemer of die andere ondernemers, maar dat geldt ook voor de overheid, die doen ook gelegenheden waar muziek centraal staat, bij het diner. Dus wij doen gelegenheden waar het eten en het drinken centraal staat, met de juiste muziek. Bij Lady Singers Dance Night worden de mensen ook klaargestoomd voor de afterparty, voor de strandfeesten. Langs de hele strook van Nederland. Bij de horeca, ondernemers, maar ook bij de overheid. Ikzelf doe hier in Midden-Nederland, in studio 1962, Holland, met assistent, docenten, cursussen en samengestelde lespakketten voor dames leeftijd 28 tot en met 45 jaar en studenten stembereik alt verbonden aan een universiteit. Omdat de management service ook heel belangrijk is van Warm Piano Bar. De mensen op de werkvloer, achter de grill, achter de bar, achter de rijststomer, de magnetron in de oven, maar ook achter de kassa voor de verkoop, die moeten een gedegen opleiding hebben die al die facetten van die zeer gecompliceerde werkzaamheden moeten kunnen vervullen. Wij weten dat ook wij er niet onderuit komen dat er mensen uit het buitenland naar Nederland worden gehaald door ondernemers. Juist in de horeca. Daar zijn te veel mensen het afgelopen jaar afgehaakt. Die zijn in een andere branche gaan werken. En die kunnen nou gewoon niet goed draaien. Daarom is het zo belangrijk dat Warm Piano Bar mensen klaarstoomt die daar snel ingewerkt kunnen worden, in de keuken, voor speciale hapjes. Dat is precisiewerk. Dus wij hebben multigetalenteerde mensen nodig die het belangrijk vinden om op freelance basis de werkgelegenheid die er is, om die in te vullen. Dus wij scheppen geen werkgelegenheid. Niemand doet dat. Wij vullen de tekortkomingen van specialisten vullen wij in met opgeleide mensen en ervaren mensen waar ik het net uitvoerig over heb gehad. Daar komt dus bij dat we MBO mensen inzetten, maar ook HBO mensen, maar ook universitair. Dat betekent dat we ook nog academische mensen in onze denktank hebben en die is er voor de overheid. Dus de overheid die heeft zijn wegen en zijn budget. Wij hebben academici die op dat budget invulling kunnen geven aan de mensen die daar vanuit dat budget hun salaris uit betrekken. Wij staan daar buiten, maar wij kunnen die mensen een stukje aanvulling geven om dat wat zij doen, de overheid, dus proberen mensen op te leiden nu snel die direct inzetbaar zijn, omdat er heel veel vacatures niet worden ingevuld. Dan komt er nog bij het aspect, dat is een ander verhaal, dat de handel, dat daar heel veel bedrijven failliet zijn geweest. Gegaan. Dat is dus wat Warm Piano Bar op die locaties in die woonplaatsen gaat proberen leven in de brouwerij te brengen.
Warm Pianobar, Nederland. Dat was het. En straks komt er een Facebook Live samen met Rashima en met Victor om 1:00 in Den Haag. Dus ik draai nog heel even 1 song en dan wens ik jullie allemaal een hele fijne zaterdag. En onze Facebook Live wordt een video die komt op betreffende sociale media te staan. Een fijne zaterdag. 1 liedje, net gemaakt. En die speel ik heel even af. Die ga ik samen vandaag bespreken. Om dat invulling te geven als 1 van de nummers. Voor Lady Singers Dance Night. Bedankt. Heeft u vragen? Schrijf het op. Heeft u opmerkingen? Schrijf het op. Rashima, ik en Victor lezen het straks om 1:00. En dan komen we weer met Facebook Live. Kunt u wederom eventueel met ons in contact komen. Rechtstreeks vanuit Den Haag. Straks om 1:00. Dag, dag.
Een fijne zaterdag, 14 augustus. Eugène Simon, impresario, Warung Piano Bar. Vanmiddag om 1 uur, Centraal Station, Den Haag. Tot ziens, fijn weekend, dag dag.